Jongens, eindelijk! Het WK is er. Maar als jullie nu in het buitenland zitten, wil ik toch dat jij kan genieten van de wedstrijden met Nederlands TV-commentaar. En in deze video ga ik jou vertellen hoe. Dus like en blijf kijken. Dus als jij nu op dit moment in het buitenland zit en je voetbal wil kijken en dan niet met Arabisch, Frans of Engels commentaar, heb ik de oplossing om het te doen gewoon op zijn Nederlands. En de makkelijkste en de goedkoopste manier om dit te doen is met behulp van een VPN. Een VPN is een virtueel privé netwerk die je echte IP-adres gaat veranderen en het doet lijken alsof je gewoon in Nederland bent. Ook geeft het je veel meer internetvrijheid in landen met heel strenge internetcensuur zoals Qatar. De top VPN's die wij je daarvoor kunnen aanraden zijn NordVPN, CyberGhost of Surfshark. Maar als je nou een echt goedkope VPN wil, dan kun je ook Atlas VPN uitproberen. Door de Black Friday deals is de prijs van deze VPN's echt super laag. Het gebruik van een VPN is echt super eenvoudig. Je maakt een VPN-account, bijvoorbeeld bij NordVPN, en je installeert deze dan op het apparaat waar je de wedstrijd op wil bekijken. Je opent de app en je maakt verbinding met de server in Nederland. En zoals je ziet ben je dan direct binnen een paar seconden verbonden. Nu kun je gaan naar NPO 1 Live TV en daar kun je genieten van de live wedstrijden van de wereldkampioenschappen voetbal. Makkelijk toch? En het is ook een stuk betrouwbaarder dan al die buitenlandse illegale streams volgen die natuurlijk precies uitvallen op het moment van de goal. En jongens, als jullie nou de beste deals van snelle en betrouwbare VPN's voor dit WK willen krijgen of de uitgebreide videoreviews van de eerder benoemde VPN's willen zien, kijk en klik dan hieronder in de omschrijving. Maar waar moet je nou op letten als je een VPN wil uitproberen om voetbal te kijken? Ik zal je een paar tips geven. Welke factoren zijn echt belangrijk als je een VPN koopt? Ten eerste, als jij live sport wil kijken, is het superbelangrijk dat een VPN betrouwbare servers in Nederland heeft. En ten tweede moeten de servers ook goede downloadsnelheden hebben. Want je wilt geen doelpunten missen omdat je stream net op dat ene moment gaat bufferen, toch? En ten derde, als je WK-wedstrijd wil kijken niet op je computer, op je Android TV, Amazon Fire TV, Apple TV of gewoon op je Smart TV, dan is het heel handig dat een VPN apps heeft voor jouw apparaat of een Smart DNS functie heeft. De door mij eerder genoemde VPN's, NordVPN, CyberGhost of Surfshark VPN, hebben ook die apps voor Android TV en de Amazon Fire TV. En voor de niet VPN ondersteunde apparaten zoals je Apple TV, bieden ze een Smart DNS functie aan. En een link naar de beste VPN-deals vind je hieronder in de omschrijving. En jongens, mis geen enkel van de wedstrijden van ons Nederlands elftal. En mocht je deze video nou nuttig vinden, sla op die like-knop en abonneer je op mijn kanaal. En dan zullen wij elkaar ook weer heel snel zien in de volgende video van VPN Consult. En zoals altijd jongens, blijf veilig online.